LMFM bestaat 50 jaar en dat wordt gevierd. Liane, wat gaan jullie allemaal doen? Nou, we gaan er een hele gezellige leuke dag van maken. Met voor iedereen wat wils. Met modelbootjes die komen. En er komt iemand met de kinderen knutselen. En er komen springkussens. Dus gewoon een feestelijke boel. Helga, jij zit ook in het comité en is Liane nog wat vergeten? Ja, even denken, wat hebben we? Voor de kinderen is er ook popcorn, sluspuppies. Er komt een grote stormbaan in het zwembad. We hebben nog de hele dag live muziek. Niet de hele dag trouwens, we hebben een DJ Jinne. Nou, de hele dag zit goed vol, wordt gezellig. Maar eigenlijk heb jij waarschijnlijk ook leren zwemmen door Arie Lichtart. Ja, dat klopt. Arie heeft mij leren zwemmen, ja. En dat was eigenlijk de badmeester van de Hemmervennen in het begin. Ja, dat klopt. Ik heb het denk ik geleerd nog op het ouderwetse bankie. Maar in één seizoen haalde je vroeger nog aan mee. Dat is niet meer te vergelijken met nu. Maar Arie heeft me les gegeven, dat klopt. Liane, geven jullie nu ook nog les aan kinderen en hoeveel? Dat doen we nog steeds. En we hebben onwijs veel leskinderen dit jaar weer. Gaat hartstikke lekker en het is gewoon heel erg leuk om te doen met z'n allen. Helga, jij woont al je hele leven in Vernuizen. Weet je nog hoe het bad is ontstaan? Voor mij was het voorheen het privébad van Gorter, wat hiernaast zit. En toentertijd is dat overgegaan in het Hemmervennen. Maar precies weet ik het ook niet. In de gemeente is er nog behoorlijk wat over geruzied over de Hemmervennen. Over de subsidie die gegeven moet worden. En toch is hij gebleven, de Hemmervennen. Daar zijn we toch wel blij om, denk ik, hier. Daar zijn we absoluut heel blij mee. Dit bad moet ook gewoon blijven bestaan. Want we hebben ook het streekbad in Hoogkarspel. Maar ik denk niet dat alle inwoners van Vernuizen daar ook nog in kunnen. Dus dit bad moet gewoon hier lekker blijven. Daar is iedereen erg blij mee. Jullie hebben ook veel last gehad van vandalisme. En vooral tijdens de kermis. Ja, klopt. De laatste jaren, laten we het afkloppen, gaat het wel weer wat beter. En het is zoals het is. Het is soms wel eens lastig. En we proberen er alles aan te doen om ze niet uit te nodigen hier binnen. Maar je houdt het ook niet helemaal tegen. In het verleden was er altijd een vaste groep mensen die kwamen zwemmen. Is dat toch zo? We hebben wel een vaste groep. Maar zoals gisteren hebben we nog Boudien Dijkstra. Die komt hier nu al 40 jaar lang. Dus gisterochtend hebben we dat hier met haar gevierd. Met gebak en koffie. En ze kreeg een mooie plant aangeboden. Maar die komt al 40 jaar lang trouwen het Hemmervennen bezoeken. Wat is nu het leuke aan zwemmen? En zeker in het Hemmervennen? Het is gewoon lekker de ontspanning. Je kan het fanatiek doen en je kan het ontspannen doen. En het is voor iedereen is het haalbaar. De mensen met klachten kunnen makkelijk in het water. Want die wordt dan gedragen. En voor de kinderen is het vaak gewoon vertier en gezelligheid. Het zwembad is verwarmd. Ja, klopt. We proberen te streven minimaal 23 graden te hebben. En op dit moment lukt dat eigenlijk wel aardig. En nou ja, het weer gaat ook weer goed. Zonnetje is er regelmatig. Dus dan is het gewoon heerlijk om te zwemmen. Wanneer gaat het zwembad open en wanneer gaat het weer dicht? Het gaat open eind april. En we gaan half september gaan we weer sluiten. Wat kost het hier voor een heel jaar zwemmen met het hele gezin? €123,50. Nou, dat is toch weinig geld? Dat is zeker weinig geld. Absoluut. En dan kun je alle dagen lekker langskomen. Heel gezellig. Een gouden Hemmervennen. Een dijk van een zwembad in het kleinste dorpskern van de gemeente Drechteland.